Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Doe alvast eventjes een blauw duimpje omhoog en hopelijk kunnen we de 25 likes halen, kunnen we vast wel halen. Vandaag ga ik eventjes over dingen praten met jullie. Als eerst gaan we natuurlijk sociale titels niet over school. Ja, ik haat school gewoon echt. Fucking erg. We zijn nu net een week bezig of zo met school en ik haat het nu al helemaal. We hebben dus één zo'n docent hè, van wiskunde. Die mag onze klas gewoon niet. Wij hebben gewoon echt best wel drukke klas. En die mag ons gewoon echt niet. En is ook nog echt fucking gay. Dus dat is ook nog kut. Maar er werden al twee jongens bij ons uitgestuurd en zo. Alleen omdat ze aan het praten waren en alles. Ja oké, praten in de les niet goed. Dus niet doen kindjes. Maar alleen omdat ze eventjes één woord tegen elkaar zeiden. Worden ze eruit gestuurd echt. Dat is zo bagger. En oké, ik werd dus laatst, in de eerste dus, want ik ben ze nu in de tweede, als je dat nog niet wist. Toen werd ik uitgestuurd gewoon, omdat ik serieus 1 seconde, mensen echt gewoon 1 seconde te laat was. De bel ging, ik deed de deur open en zei ze, ja, ga mijn briefje halen. Want wij hebben weer zo met al die briefjes dat je moet halen op school. Dat vind ik echt zo dom, hè. Moet je zo'n briefje hebben van ja, je bent te laat en alles, dat is echt kut. En dus, maar die mens, we hebben, ze heet Ans, dus die vrouw bij de receptie, die mag bij mij niet, die is echt kalo-irritant. Dus ja, dat is dan niet zo nice als je daar een briefje bij moet halen. En wat ook echt irritant is, is al die proefjes op school, man. Dat is echt vervelend. Want dan mag je bijvoorbeeld geen buisjes schudden, geen dingen aanraken of zo. Maar wat denk ik met mijn domme hoofd? Nou, dan ga ik even dingen aanraken en schudden ermee. Maar ja, en dan word je er natuurlijk ook uitgezet en zo. En mensen, we hebben natuurlijk ook al volgens mij allemaal school. Als ik me het goed kan herinneren is voor iedereen school begonnen. Dus dan heb je die eerste week dat je al je boeken moet meenemen. Maar ik heb altijd, elke dag heb ik sowieso 1 boek heb ik niet bij me. Vandaag ook had ik weer mijn Frans, had ik wel bij me. En dan had ik mijn wiskunde weer eens niet mee, dus heb ik gewoon mijn wiskunde in mijn Frans gemaakt. Want wij moeten nu gewoon bij het eerste uur, nulste uur hebben wij nu. En dat is gewoon dan om fucking 7:45 moeten we dan melden. Dus dat is echt kut. Maar mensen, ik hoop dat jullie dit in ieder geval een leuke video vonden. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Willen jullie nou meer van dit soort video's, laat het even achter. En dan check ik jullie bij de volgende video. Later.